Politie, openmaken! Vanmorgen zijn door diverse eenheden twee verdachten aangehouden. Dit zijn de motorrijders die in korte tijd van Breda naar Rotterdam zijn gereden. Ze worden verdacht van poging doodslag, poging zware mishandeling en het opzettelijk roekeloos rijgedrag. Wij hebben net zoals velen op de sociale media de beelden gezien van de motorrijders. Het eerste wat bij ons opkwam van ja, daar moeten we iets mee. Want het is heel erg gevaarlijk, niet alleen voor de motorrijders zelf, maar zeker ook voor de omstanders. We zijn daarop een onderzoek gestart en het eerste wat we gedaan hebben is een getuigenoproep geplaatst. En daar kwamen al heel veel reacties op. En onder andere dankzij deze getuigenissen hebben we vandaag twee mensen kunnen aanhouden. Onder andere met verkeerscamera's en beeldmateriaal van de verdachte hebben we de snelheid kunnen achterhalen. Dat onderzoek wees uit dat de motorrijders met ongeveer 270 km per uur hebben gereden. Met die snelheid leg je ongeveer 75 meter per seconde af. Levensgevaarlijk. Zo hebben we een getuige die daar reed samen met zijn kinderen. En de motorfiets die kan nooit meer anticiperen met die snelheden als die auto bijvoorbeeld van rijstrook gaat wisselen. En als de motorfiets met zulke snelheden op de auto klapt, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Niet voor de motorrijder, maar ook niet voor de inzittenden van de auto. Ziet u dit levensgevaarlijke rijgedrag? Bel dan direct met 112. En mocht u beschikken over dashcambeelden, deel deze dan met ons via de website www.politie.nl.